Goedemorgen. Gisteren hebben we natuurlijk Sterre gekocht. Alleen ze heeft gisteren ook Darino gehad. En ze heeft natuurlijk de hele reis vanuit België moeten maken. Dus we willen Sterre morgen pas aan Tessa geven. Dus dat betekent vandaag een dag vol leugens. En daar ben ik echt niet goed in. Want ik lieg eigenlijk zelden tot nooit. Alleen in dit soort hele bijzondere gevallen. Dus ik voel me ook mega schuldig vandaag. Even onderzoeken. Zo vertel ik dan nu dat ik een gesprek heb bij Peter van Mr. Ed. En bij HB Ruitersport. En vanavond gaat Christine mijn rug doen. Van dit alles is helemaal niets waar. Zometeen ga ik Sterre en Verona en natuurlijk Henja gewoon even losgooien. Ik wil nog een hele grote strik kopen als dat lukt voor op de box. En vanavond wil ik gewoon op Verona rijden. En natuurlijk het Sterre de hele dag een beetje in de gaten houden. Als ze relax genoeg is, wordt ze vandaag ook geschoren. En zo niet, nou ja, doen we dat een andere keer. Ik ga ook nog even langs Laura om de dekjes en de dekens te halen. Die zijn mooi geborduurd. Dus een hele dag vol waar ze niet bij mag zijn. Ik kan je ook vertellen, ik ben kapot moe, zoals Tessa dat zou zeggen. Gisteren zijn we 6 uur, nou bijna 7 uur onderweg geweest om Sterre op te halen. En ik heb ook hele kleine oogjes in de mist. Op sommige momenten dan kon ik de auto voor mij niet eens op de weg zien rijden. Dus dat was echt heel intensief rijden. Ik vond het verder niet eng of zo, helemaal niet. Alleen je moet heel voorzichtig rijden en ja, heel geconcentreerd. Dus dan is het vermoeiender dan normaal gesproken. Gelukkig is alles goed gegaan. Sterre is goed de box ingekomen. Dus dat is allemaal wel weer fijn. En nu ga ik eerst even voor Altwin pakketjes afleveren. Daarna ga ik Sterre en Verona losgooien. En Henja natuurlijk. En dan ga ik thuis even eten. En ja, de dag een beetje aan elkaar liggen. Het is zelfs zo erg dat ik Tessa's telefoon verstopt heb. En als ze er dan naar vraagt, dan zal ik zeggen dat Rick hem meegenomen heb omdat ik een fout gemaakt heb met updaten. En dat, ja, hij werkt bij zo'n computerzaak, dat dat daar even opgelost gaat worden. Dus, maar ja, anders krijgt ze misschien berichtjes via WhatsApp of wat dan ook. Dat er een nieuwe pony op stal staat. En dat moeten we niet hebben. Dus nou, Tessa heeft verkondigd vandaag, dat heeft ze de hele week al verkondigd. En ik heb het steeds vooruitgeschoven dat ze vandaag een vakantiedag heeft. En de hele dag in de bed gaat liggen en tv gaat kijken. Dus dat komt mooi uit. Eerst wilden ze dat maandag doen en zo bleef dat naar voren. Dus ah, dat kan niet, dit en dat. Dus vandaag heeft ze haar rustdag. Dus dat komt dan wel goed uit. Nou, ik ga even pakketjes wegbrengen en dan gaan we zo naar Sterre toe. De manege. Onschuldig Tess, sorry. We gaan nu paardjes op het bord zetten. En dan kunnen ze even lekker naar buiten. En ik denk dat Verona nog even de stapmolen inzet. Want die heeft nogal last van stalbenen. Goedemorgen. Dus dan gaan we op het bord zetten. Gisteren in alle commotie vergeten de spullen uit de trailer te halen. Zaal en zo ligt er nog in. Dus ik hoop dat Maaike het niet erg vindt. Sorry Maaike, sorry Maaike. Maar ik ga nu even de winterdeken pakken. Ik krijg straks als het goed is een kastje van Margriet. Dus dan kan het rechtstreeks daarin. Maar ik nog maar heel even hangen. Maar goed, de winterdeken heb ik even nodig die waterdicht is. Dus ik ga er even losgooien. En dan is het wel fijn dat die waterdicht is. En niet de mooie deken die ze nu op heeft. Dus even de deken pakken. Hoi Sterre! Hallo meisje, was je daar? Hé? Dag mooie pony. Gaan we je buiten zetten? Hé? Hallo. Vind je het allemaal een beetje gek hier? Nee. Heb je wel goed geslapen? Lekker gegeten? Even andere deken op, mag je naar buiten? Ja? Komt het? Ja, je wilt mee. Braaf paard. Even andere deken op. Nou, Ster loopt makkelijk met me mee. Kom maar Ster, hou even het doekje om. Mag je even lekker de paddock in? Lekker buiten. Hé, kom maar. Dat is een beetje gek voor jou hè. Je staat normaal gesproken op de wei. Dus dat is wel een beetje gek. Nou ja, s'nachts soms altijd binnen, dus dat is geen probleem. Ik ga even de andere halen. Even alles ruiken. Denk ik. Zo, alles bekijken. Ik ga even Henja halen, staat ze niet alleen. En Vrouw natuurlijk. Zo, moeder Overs erbij. Ja, Henja staat dichterbij, dus dan staat ze niet zo lang alleen. Even kijken wat ze ervan vindt. Nou, Henja gaat wel even bij de kijken. Ah, hallo. Schattig dit. Nou, dan zie je inderdaad toch dat Sterre even kleiner is dan Henja. Dus ik kan gewoon even weglopen. Dat is ook wel lekker. Ik ga Verona halen. Nou, ik heb niet gefilmd. Ik moest even wat anders oplossen. Maar Henja is erg beschermend naar haar paard. Verona. Dus dan gaat ze jagen naar Sterre toe. Dus dat wilde ik in dit geval natuurlijk niet. Dan gewoon even dat ze allemaal rustig lekker buiten kunnen staan. Dus ik heb ook Verona maar even apart in een paddock gezet. Zodat ze alle drie even op hun gemak buiten kunnen zijn. En vooral ook aan elkaar kunnen wennen. Want ik denk dat ze van de zomer toch wel gezamenlijk op de wei komen te staan. Dus dan is het wel fijn als ze elkaar een beetje kennen. Dus dat voor hen... Verona, doe eens niet! Hey. Huis op! Dus dat voor hen, ja, Verona natuurlijk uitgesneden koek. Maar ja, Sterre moet er toch gewoon bij. Dus nou, kunnen ze even lekker aan elkaar wennen zo. Ik moet even het bord gaan veranderen. Nou, nu lijkt ze toch wel relaxed in het paddockje te staan. En ja, daar heeft ze al mee gesnuffeld en zo. En Verona staat erbij en kijkt ernaar. Dat was het zo ongeveer. Zo, Kim is haar winterjas aan het uittrekken. Tadam! En Sterre, die vindt het prima. Je bakt snoepjes, dat helpt misschien ook een beetje. Sterre heeft inmiddels een puntkapsel. En dat is omdat, ja, onder de manen moet natuurlijk ook al... Ja, precies. Alles moet weg. Hè? Alles moet weg. Het zijn mooie punkknoppen. Leuk voor de dressuur ook. Winkel geweest en ballonnen gehaald en nog andere dingen, maar het is een beetje lastig te laten zien. Dus die gaan we straks ophangen. Nou ja, straks weet ik niet. Vanavond denk ik. Aan de box natuurlijk van Sterre. Dus, Zo. Samen met Fabienne heb ik nog even de box versierd van Sterre. Dus... morgen is het zover. We gaan het even laten zien hoe het er nu uitziet. Zo, de versieringen hangen. We hebben allemaal mooie strikken. Pa heeft ze opgekruld. Ik heb ze opgehaald. Pa was net te kort. Hartelijk gefeliciteerd. Morgen gaat Kimmetje nog eventjes de ballonnen ophangen. Die hangen we in de trailer. Oh, oké. Hallo meisjes. Ze is geknot. Dat heeft Kimmetje gedaan en geschoren. Ga ze opzij. Ik moet je knotten laten zien. Ja. Tadaa! Kijk. Helemaal mooi geknot heeft Kimmetje. En ze heeft een nieuwe deken, want Kim vond die andere deken te koud. Dus kreeg ze een warme deken. Nou, dus we zijn er helemaal klaar voor. En morgen 8 uur. Ben je erbij, Va? Ja. Slaap je dan nog? Nou, weet niet waar. Ik denk wel dat ik erbij ben. Va, die komt er bed ervoor uit. Ja. Ik ga me wakker zetten. Cool. Dus nou... Hiermee gaan we deze video afsluiten. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet morgen te kijken naar de video dat Tessa ons Sterre gaat krijgen. En ik zeg vooral doe een duimpje omhoog. En tot morgen. Doei!